beoordeling aan de hand. De toelichting uitslag voor onze voorzitter. Nummer 716, heet voorheen Oscar T. Is omgenomen tot Otteron. Zoon van Iseli uit de ceremonie Helga van Cisandro. Harry van IJsselstein. De geregistreerde gemoeders van Haan uit Ede. En Jan Thijs uit Hezen. Nummer 716, Otteron. Ik zou jij naar voren willen komen, Levi van Nistel. Dames en heren, ik heb hier nog een bos bloemen in mijn hand en die ga ik uitreiken aan onze trainingsleidster, Danny van Ispen. Want we zijn allemaal thuisbare mensen en we weten dat het een hele klus is om een paard in goede vorm te krijgen en te houden. En als je dan kijkt dat de hengsten die 20 dagen staan, daar waar sommige combinaties soms een jaar nodig hebben om vrienden met elkaar te worden, dan vind ik dit wel een compliment waard en ook een applausje voor Danny. Wij vinden als commissie dat Demi dit applaus ook heeft verdiend, want ze heeft het voortreffelijk gedaan. Er staat altijd druk op de ketel, we spelen belangen. De hengsten die zijn al een paar keer voorgereden, we hebben al wat informatie. En dan is het ook altijd nog de kunst om de hengsten nog wat te verbeteren. In ieder geval om de vorm in stand te houden. Ik ben zeker dat ze daar zeer goed in is geslaagd. Demi, bedankt. Ik geef je de bloemen. En we gaan later het verrichtingsonderzoek nog eens evalueren. Gaan we naar het slotstuk van vandaag en dat is Oberon. Daarna komt er van Shelley. En Oberon, dat is een eerlijke, betrouwbare, zeer tactische hengst. Die over veel tot zeer veel aanleg als tuigpaard beschikt, maar nog iets sensibeler zou mogen zijn. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed rijden. De stap is ruim en krachtig. Voor de showwagen heeft de hengst een aansprekend front, zet hij de halzen zeer goed op, maar zou hij in het front nog een fractie meer terug mogen komen. De hengst heeft veel tot zeer veel lichaamshouding en lichaamsgebruik en rijst in de voorhand. Oberon heeft veel tot zeer veel knieactie en zeer veel schoudervrijheid. Het achterbeen wordt zeer goed gebogen en zeer goed en krachtig ondergebracht. De draf heeft veel tot zeer veel zweefmoment en heeft daarnaast een opvallend goede techniek. De hengst heeft veel tot zeer veel looplust. De hengst heeft veel looplust en heeft als thuispaard veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn rijder een goed gevoel. De hengst krijgt de volgende punten. Voor het front een 8,5. Voor de lichaamshouding een 8,5. Voor het zweefmoment een 8,5. De actie van het voorbeen wordt gewaardeerd met een 9. Gebruik van het achterbeen een 8,5. Voor de looplust een 8. Voor de bewerkbaarheid en instelling een 8. Voor het algeheel beeld als thuispaard een 8,5. De hengst wordt met heel veel plezier ingeschreven in het stand. Proficiat.